Hoi, ik ben Daphne en ik zit bij de Sminkmusketeers. Wij zijn een vrijwillige sminkclub die voor welzijn tijdingen sminken. Het leukste vind ik dat ik lekker creatief bezig ben en de lach op hun kinderen gezicht als ze iets moois op hun gezicht hebben gekregen. Na een periode dat ik geen tijd had voor mezelf, ben ik begonnen met het sminken. En ik kwam erachter dat me zoveel ontspanning bracht en dat ik dacht van ja, dit is echt wat ik nodig heb en er helemaal in opga. Ik zag vorig jaar oproep op Facebook vanuit Welzijn Teilingen dat ze op zoek waren naar vrijwillige sminkers. En ik heb me daarvoor opgegeven omdat ik in een lastige periode in mijn leven zat. Ik had een burn-out. Ik zocht een manier om weer onder de mensen te komen en creatief bezig te zijn. Brengt me echt heel veel. Ik ben daar ook verder in doorgegaan. Oefen bijna elke dag. Heel veel kids die graag in de rij willen staan om gesminkt te worden. We krijgen heel veel leuke positieve reacties. Het is superleuk om met deze groep mooie projecten op te pakken die wij krijgen vanuit Welzijn Teilingen.